sta te kopiëren, necro te fotograferen. Ik neem geheimen uit de kluis mee naar huis, want ik ben een grijze muis, grijze muis. Ik neem geheimen uit de kluis mee naar huis, want ik ben een grijze muis, grijze muis. Dag lieverd, jij nog hier? Wat een verrassing! Ik moet je nog iets vragen. Wat wil je mij dan vragen? Waar, bloempje lief, zijn mijn papieren? Hier heb je ze. Oh, dank je, schat. Heb ik nog tijd je te versieren? Nee, nee, niet nu. Je moet op pad. Waar moet ik heen? Dit Tjerkstradeel, je hebt een spreekbeurt. Wat moet ik zeggen? Hier is je tekst. Dank je. Dag bloempje lief, tot ziens. Doei. 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 Wat een engert. Ik moet hem wel verwennen, die knecht van het kapitaal. Maar ik laat mij slechts bekennen, wordt hij nog ideaal? Wordt hij nog ideaal? Het hij nog ideaal? Ha, ze zit eraan te komen, kijk daar tussen die twee bomen. Nee, zij is een grijze muis, grijze muis. Toedeloe, toedeloe. Dag, lekker dier. Wat wil je? Geef me dat filmpje even. Pst, het ligt al in de bus. Als ik het zo zou geven, was het veel te opvallend dus. Kom dichter bij me zitten, dan geef ik je een kus. Ja, dat zie ik wel zitten, dat doe ik dus. Doe ik dus. Ze lachten hem uit, maar intussen luistert hij had het goed. Luister! Russen zijn smerig en vuls, en ze zitten overal tussen. Vraag maar aan Jozef Luns. Opdracht gegeven, komt in de bus, over een sluiten. Het grietje van de post. Ik ben het grietje van de post. Bij het lichten van
de bussen houd ik deze post apart. Want toevallig ben ik voor en dus gaat dit mij aan mijn hart. Al die kruisrakettenkaarten stuur ik op naar Max Tailleur. En die zak met al die kaarten scheurt hij ijskoud midden deur. Ik ben het grietje van de post en zo wordt het opgelost. Ijskoud zijn mijn handjes, ik sta gewoon te rennen. Wat is er aan de hand? Het is mijn eigen een-eige tweelingzusje. Oh, het is mijn eigen zuster die de zaak daar saboteerde. Daar zal zij voor boeten, daar zal zij voor boeten. Is mijn eigen tweelingzuster. Maar toch zal het moeten. Is mijn eigen tweelingzuster. Maar toch zal het moeten. Tweelingzuster. Tweelingzuster. Hé, jij hier? Ja. Jij bent een infiltrante, zo van het ik-tol. Jij hult mee met het i-café. Kruisraketten nee, kruisraketten ja. Heb je gezien wie er voor zijn? Heb je gezien wie tegen? Bettina Friesekop. Lenny Koer. Och, och. Frits Philips. Nou en? Jules de Korte. Ach, kom. Max Tailleur. Oi, oi! Alexander Pola! Oi, oi! Zwijg, zwijg! Ach, stik insgelijks! Ik wil je nooit meer zien! Ik niets meer van je horen! Ach, was ik met dit mens! Maar nooit gelijk geboren! Ik geef mijn leven voor de vrede! Voor die vrede sterf ik mee. Zij leven lang het café. En ook het ik toch moet voor eeuwig leven. De wereld gaat er anders aan. Laten we vechten voor de vrede dan. Laten we vechten weer wat aan. Zij die geen kruisraketten wensen, zij zijn gevaarlijker dan kruisraketten zelf. Laten we vechten met Mignon, laten we vechten voor de vrede dan. Liever nog Russen in de achtertuin, dan die raketten in mijn keuken naast voor thuis. Laten we vechten.